Er is een nieuw kanaal gereed gekomen dat ten westen van Utrecht begint en via Wijk bij Duurstede en Tiel de Waal bereikt. Deze nieuwe en snellere verbinding werd door het koninklijk paar officieel in gebruik gesteld. Met koningin Juliana aan het roer brak de Piet Hein een over het kanaal gespannen lintstuk. De nu in gebruik genomen nieuwe verbinding zal in belangrijke mate bijdragen tot de grotere bloei van handel en scheepvaart in Nederland. U ziet vast wel achter mij, dat is het Amsterdam-Rijnkanaal. En waarom sta ik hier? Omdat het deze week 65 jaar geleden is dat het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal is geopend door koningin Juliana, 21 mei 1952. Prins Bernhard onthulde een in de sluismuur aangebrachte plaquette, waarna de Piet Hein en de schepen met de genodigden de tocht door het kanaal in de richting Amsterdam voortzetten. En dan moet je je ook onmiddellijk afvragen natuurlijk, waarom is dat Amsterdam-Rijnkanaal eigenlijk gegraven? Waar was dat voor nodig? En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de late 19e eeuw. Want in de late 19e eeuw is het Noordzeekanaal gegraven. Wat in feite, we kunnen het hier heel aardig zien. Hier hebben we Amsterdam. En hier is in 1876 het Noordzeekanaal gegraven. Wat in feite een directe verbinding creëerde tussen de zee en Amsterdam. Zodat Amsterdam zich kon ontwikkelen tot een zeehaven. Maar daarbij vraagt u zich ook al direct af, maar hoe zat het dan met de verbinding met het achterland? Want je kunt wel een zeehaven worden, maar dan moet je ook op enige wijze met het achterland verbonden worden. En dat ging allemaal natuurlijk om het Duitse achterland. De enorm snelle industriële ontwikkeling van het Ruhrgebied. Want Nederland is een transitoland. Dat wil zeggen, wij doen voortdurend aan doorvoer van alle mogelijke artikelen, waar we ook goed aan verdienen trouwens. Je ziet het kanaal druk bevaren. Sommige van die schepen zijn echt enorm groot, dat je denkt, jongen, dat is nog eens binnenvaart, dat is echt serieuze binnenvaart. En nu gaan we over dat kanaal en de wordingsgeschiedenis van dat kanaal praten met Hans van Bemmel, die er werkelijk alles van af weet. Ik zei daarnet in de introductietekst dat eigenlijk de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876... het startpunt is voor die hele kanalenkwestie in Midden-Nederland. Nope. Maar misschien kunt u uitleggen wat voor rare plannen ze eerst hebben gehad voordat ze tenslotte het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben aangelegd. Ja, het eerste wat bedacht is, ze moesten toch een goede vaartverbinding hebben naar het achterland. En dat ging over de Vecht. En dan werd dat hele tracé van de Vecht, dat werd gevolgd door Utrecht heen. Het was heel smal natuurlijk ook. En dan verder naar het achterland. En dat dus was natuurlijk al heel snel eigenlijk onvoldoende voor de doorvoer. Ja, vele bochten erin. Sluizen, bruggen en een kostbaar traject. Want voordat ze in Gorinchem waren, dan waren ze al 46 gulden kwijt. De schippers die spraken ook van, als je wil varen op de Vecht, leg je beurs maar op de plecht. En dat is een tijdje zo doorgegaan. De scheepvaartbewegingen die namen behoorlijk toe. De schepen werden groter. Dus er zijn er alle mogelijke plannen zijn er geopperd om een betere vaarverbinding te maken naar het achterland. En met een kleine meerderheid is er toch het besluit genomen om toch dat Merwedekanaal te graven. Aha.
groot probleem hierbij was onteigeningen. Want over het hele tracé van Nichtevecht tot aan Gorinchem moesten er 2600 zaken onteigend worden. Van een klein slootje tot bij wijze van spreken in Maassen een hele grote watermolen die daar heeft gestaan. En hoe lang heeft ze dat gekost om dat kanaal te graven? De planning was 4 jaar en dat werd er 12. En de kosten was begroot op 8 miljoen en dat werden er 20. Dat zal ook de moderne kijker zal dat volkomen begrijpen, want dat dit is, zijn problemen is, dat, die kennelijk, is, die kennelijk niet, van de eeuwigheid zijn. Dat alle niet, infrastructurele projecten niet, nee. Duren veel langer en worden veel duurder. Ja, ja, ja. 20 jaar. En nu is het interessant natuurlijk, dat was toch een vrij fors modern kanaal, dat Merwede-kanaal. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat naarmate die transito naar Duitsland natuurlijk toenam, ook vanuit Amsterdam, dat dit kanaal natuurlijk niet, in deze vorm althans, totaal niet bevredigend was. Nee. De schepen werden groter, het nam toe, hè, dus de scheepvaart. De schippers die vonden, we varen door een kikkerslootje. En toen is er eigenlijk gelijk al gesproken over een breder kanaal te maken. En Mussert, bekende Mussert, hoe vervelend ook, die heeft toen een plan ontwikkeld om een nieuw kanaal te maken. Maar hebben ze eerst ook niet gedacht om dat bijvoorbeeld door de Gelderse Vallei te leggen? Daar is ook een plan geweest. Hè? Op een gegeven moment werd er zoveel gesproken over een heel nieuw tracé, een heel nieuw kanaal. Dat zou ook weer door de Utrechtse Heuvelrug gaan. En uiteindelijk is Mussert met het idee gekomen. We gaan van Amsterdam tot aan Utrecht gaan we het kanaal verbreden. En dan maken we een nieuw kanaal om Utrecht heen naar Tiel, naar de Maal toe. Dat heeft natuurlijk lang geduurd, want de eerste wet van Mussert was het 31. En uiteindelijk is het in 52 geopend. Maar er kwam natuurlijk de hele Tweede Wereldoorlog. Die zat en de crisis. En de crisis. Ja. Nou, meen ik mij te herinneren, maar corrigeer me als het niet juist is, dat het kanaal ook heel recent nog verbreed is. Laten we zeggen, in mijn herinnering, zal ik maar zeggen. Goede herinnering. Oh. Toen het in 1952 geopend is, was het 80 meter breed en 4,5 meter diep. Maar dat voldeed ook weer niet. En toen is het in 1982 is het weer geopend. En toen is het geopend door Beatrix. En toen is het 100 meter breed geworden en 6 meter 10 diep. Ah. En is dat nu, zoals het nu is, denk je dat dat definitief is? Of is er nog weer behoefte aan een nog uitgebreider maken van dat kanaal? Er is wel over gesproken, maar het is, heb ik begrepen, moeilijk om weer grond te onteigenen. Want kijk hier maar, je moet zoveel gaan slopen. De scheepvaart is wel wat minder geworden. Het tonnage dat is toegenomen. Dat is eigenlijk dus een gunstige ontwikkeling, want het kanaal kan zo blijven als het is, terwijl eigenlijk de transito toeneemt. Ja, want het is dan wel leuk dat er toevallig zo'n schip aankomt met die containers. Moet je eens kijken hoeveel vrachtwagens je daar hebt. Ja, dat is gigantisch. En we spreken nog over files en over watertransport is ook veel goedkoper natuurlijk dan wegtransport. Ja. 3200 ton, zeg. Ja, je kunt al een beetje tellen. Vrachtauto's je daar. 1, 2, 3, 4, dus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 keer 8. Je hebt minimaal 50 vrachtauto's nodig. Ja, want er staan 4 dik, hè? Ja. 4 rijen. Ja. En er zat er nog eentje onder ook. Oh, nee, dan moet ik er nog een paar bij optellen. Dus het is onvoorstelbaar. Je komt al gauw op 60, 70 vrachtauto's. Ja. En dan is hij natuurlijk een stuk goedkoper. Ja, we hebben gezien dat het kanaal uiteindelijk zijn bestaan dankt aan de behoefte van Amsterdam om verbonden te worden met, in het bijzonder, het Duitse achterland.
En dat kanaal is dus eigenlijk stap voor stap tot stand gekomen. Eerst ging het over de Vecht en toen werd het Wermerwedekanaal aangelegd. En dat heeft zich tenslotte ontwikkeld tot het Amsterdam-Rijnkanaal. En dat kanaal heeft eigenlijk de provincie Utrecht bepaald geen windeieren gelegd. Want het kanaal heeft een enorme hoeveelheid bedrijvigheid aangetrokken. En wat mij natuurlijk altijd opvalt, dat komt omdat ik geen watervriend ben en ook wel een klein beetje bang voor water ben, is natuurlijk dat het kanaal hoger ligt dan het omringende land. Dus ik hoop maar dat die damwanden, dat die enorm solide zijn. Want meneer Van Bemmel die zei daarnet, het was eigenlijk een badkuip met schepen erin en je moet er niet aan denken dat die badkuip leeg loopt. Maar daar ziet het niet naar uit, gelukkig.